Ja, hoi, welkom bij deze video. We gaan Wicked Game van Chris Isaak doornemen. Dus dit introotje, zoals je hoort, wat natuurlijk super herkenbaar is. En het akkoordenschemaatje, wat bestaat uit drie akkoorden maar. D mineur, A en E. We spelen hem trouwens ook met capo. Dat is voor als je problemen hebt met barré-akkoorden. Gaan we straks spelen met capo op plek 2, op positie 2. Dus mocht je dat leuk vinden, ga je even naar het einde van deze video. En dan zie je vanzelf wanneer ik de capo erop heb staan. En dan pak je het vanaf daar even op. Oké, dan gaan we starten met het introotje. Even kijken, we spelen snaar 3, vakje 3. En die gaan we omhoog drukken, de snaar. Nog niet aanslaan. En je moet een beetje de goede hoogte hebben. Je gaat hem een halve noot omhoog drukken van tevoren. Dan sla je hem aan. En dan laat je hem langzaam naar beneden komen. Dan gaan we naar vakje 6 op de tweede snaar. En die slaan we wel gelijk aan. En hier gaan we een halve noot omhoog drukken ook. En dan doe je een beetje langzaam. Dus de eerste twee noten achter elkaar zijn dus zo. Daarna speel je vakje 7 tweede snaar en die slijt je af. En dan sla je de snaar open aan. Zoals zo. Dus vakje 7 tweede snaar. Wegslijden. En open aanslaan. Oké, het tweede gedeelte start hetzelfde. Weer zo. En dan krijgen we een andere melodie op het einde. Dan slaan we vakje 5 aan. Tweede snaar. Ik leg mijn vingers dan plat over de snaren heen, mijn wijsvinger en mijn middelvinger, zodat ik wat gedempte snaren van tevoren aan kan slaan. Dan krijg je dit, gedempt, ook gedempt, en daarna komt pas de tweede snaar, maar daar staat je ringvinger op. En zo probeer je vakje 5 dan te spelen op de tweede snaar. Als het niet lukt, speel je gewoon alleen de tweede snaar zo. Maar ik probeer hem zo te spelen. Zo klinkt hij ook. Dus we spelen dan 5 tweede snaar. Vakje 3. Vakje 2. En open snaar. Achter elkaar. Oké, gaan we door naar het laatste gedeelte. We spelen vakje 4, vierde snaar. Vakje 2, derde snaar. Weer een keer de vierde aanslaan zo. Nee, wacht even, dat gaat verkeerd. Overnieuw. We spelen vakje 4, vierde snaar. Vakje 2, derde snaar. Daarna vakje 2, vierde snaar. En daarna vakje 1, derde snaar. Dus je krijgt dit, hè? Oké, dan gaan we verder. We spelen nou een B mineur 3 klankje. Vakje 2 eerste snaar, vakje 3 tweede snaar, vakje 4 derde snaar. Een trapje. Die sla je aan, de drie snaren, van de 1 snaar 1 naar 3. Daarna haal je je wijsvinger eraf, klinkt de eerste snaar open. Dus dat zijn de eerste twee bewegingen. Door spelen vakje 2, tweede snaar. En die plukken we naar open snaar toe. Daarna vakje 2, derde snaar. Dus dat is het derde stukje. Dus achter elkaar nog een keer. Eerste, tweede. Derde. Laat je wijsvinger staan. Ringvinger vakje 4, vierde snaar. En even achter elkaar spelen.
we zijn, ik moet even nadenken hoe die precies zat. Oké, ze waren hier beland. Ze spelen vakje 4, vierde snaar. Tweede snaar open. Wijsvinger vakje 2, derde snaar. Dus dat kan even lastig zijn, het moet goed vrij staan. En dan sluiten we weer af met dit stukje. Wat we al eerder gezien hebben. Dus vakje 4, vierde snaar, vakje 2, derde snaar. Vakje 2, vierde snaar. En vakje 1, derde snaar. Dus achter elkaar, langzaam. We zijn er nog niet. We spelen daarna de derde snaar. Weer vakje 1. Vakje 2. En daarna vakje 4. Ik vind het leuk om vanaf vakje 3 naar vakje 4 te slijden. Je kan hem ook zo spelen. Met twee klankjes. Dus dit is 2 en 1, 4 en 2, 6 en 4. Oké, zo speel je het introotje, wat later in het nummer ook nog eens een paar keer voorkomt trouwens, als een tussenstuk. Even kijken, dan gaan we door naar de akkoorden. Dat is B mineur, barré greep. Dus je wijsvinger, vakje 2, kan je plat leggen. En daar leg je je barré dus, vakje 4, vierde snaar met je ringvinger, vakje 4, derde snaar met je pink. En met je middelvinger speel je vakje 3, tweede snaar. Daarna krijgen we A majeur. Dat is vakje 2, vierde snaar, vakje 2, derde snaar, vakje 2, tweede snaar. En we spelen E majeur. Moet u wel zo? Oké, dan spelen we 2 vijfde snaar, 2 vierde snaar, 1 derde snaar. Ze krijgt 1 maat B mineur, halve maat trouwens. 2 en dan 3, 4 en deze 1, 2, 3, 4. Ze spelen B mineur, 1. 2 en 3, 4 en 1, 2 en 3 en 4. Als je slagje wil spelen, is dit wel een leuk slagje. Het is gewoon meer, meer op meer, meer en meer, meer op meer, meer en meer, meer op meer, 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 meer op meer, meer. Dus meer, meer op meer, meer. Oké, dan gaan we door met capo. Capo op 2. Voor als je de barré versie zo lastig vindt. We gaan starten dan met capo op 2. Dus A mineur spelen we dan. Dat is de eerste greep. A mineur is vanop de capo gezien dan. Hè, vakje 2, vierde snaar. Vakje 2, derde snaar. Vakje 1, tweede snaar. Dus slaat aan vanaf snaar 5. Dan gaan we de G-greep spelen. Die kan je middelvinger vakje 3, snaar 6, vakje 2, snaar 5. Krijg je twee snaren open. En dan kan je ervoor kiezen. Ga je ringvinger snaar 2 wegzetten, vakje 3. Pink daaronder. Of je zet gewoon je ringvinger op de eerste snaar en je hebt op de tweede snaar niks staan. Dat kan. Dus allebei een G-greep. Daarna speel je de D-greep. Dat is de vierde snaar open. Vakje 2, derde snaar. Vakje 3, tweede snaar. Vakje 2, eerste snaar. Dus we krijgen achter elkaar dan A mineur. 1 en 2 en dan G. 3 en
En D. 2 en 3 en 4. En kan je hetzelfde slagje doen. Dus, Oké, we zijn er. Oké, dus daar heb je een goede manier om dit nummer te spelen, wat natuurlijk een super geweldig introotje heeft. En het hele nummer gaat maar door met deze drie akkoorden. Dus ook eigenlijk nog eens heel makkelijk nummer als je alleen de akkoorden wil spelen. Dus succes met oefenen. En dan zien we elkaar bij de volgende video.